Ja, maar hoezo Arnold dan? Ja. Ik schop hem toch maar niet een dood. Een aanval die een overtreding maakt in zijn eigen 16. Oh ja, maar... Van harte gefeliciteerd met de overwinning, je hat-trick. Mag je ook feliciteren met de 5e plaats of is dat lastig? Ja, blijf lastig. Blijf lastig, maar wel belangrijk. Europees voetbal veilig gesteld en dat is het belangrijkste. Ja, wat dacht je? Laat ik de boel maar bij de hand nemen? Nou, als het kan, kan het. Nee. Ja, vandaag zat het gewoon mee. Ik zat lekker in mijn vel, was vrij. Dus ja, was gewoon een lekkere wedstrijd. Speelde dan ook nog mee dat je een onnodige rode kaart hebt gepakt tegen Excelsior, die je ook punten kost? Dat je... Hoe bedoel je onnodig? Nou, het was toch een beetje een onhandige actie, of niet? Vond jij het rood dan? Nee, maar hij werd gegeven, toch? Ja, maar hoezo onnodig dan? Ja. Ik schop hem toch niet dood. Een aanval die een overtreding maakt in zijn eigen 16? Ja, maar ik vond het geen rode kaart. En die opmerking van je vind ik ook onnodig. Nou, laten we dan onnodig weghalen. Die rode kaart, was dat nog een extra reden vandaag om gebrand te zijn? Nee, was het niet. Oké. Okay. Wat vond je je mooiste doelpunt? Die tweede. Ja. Omdat die eerste, Maarten had het er net over, misschien wel echt een hele mooie aanval was. Door het centrum, Robby bereikt. Ja, maar de volley vond jij het mooiste? Ja, ik denk... Ja, de volley vond ik de mooiste van vandaag. Ja. Nou komt het EK eraan. Is deze wedstrijd, deze hat-trick dan ook mooi op tijd om de bondscoach te laten zien? Hey, vergeet mij niet. Of ga je er sowieso vanuit dat je daarbij bent? Ja, ik heb wel gesprekken gehad met de bondscoach. En, ja, ik moet gewoon zorgen dat ik fit ben. En dan is het gewoon afwachten wat de bondscoach gaat doen. Wil jij zelf ook meehelpen om Ajax volgend jaar weer op een plek te krijgen waar het thuis hoort? Of is dat nog niet helemaal duidelijk? Jawel, zeker. Ik heb al vaak gezegd dat ik hier gewoon op mijn plek ben. En, dat ik het gewoon altijd naar mijn zin heb bij Ajax en dat ik gelukkig ben in Amsterdam. Dus, ja. De trainer zei net, ik had het idee dat het misschien wel meer in had gezeten dan een 5e plek. Deel je dat gevoel? En hij had het vooral over misschien iets meer gewicht te aankopen in de winterstop. Is niet gelukt. Hoe zie jij dat? Had er meer in gezeten? Ja, ik denk het wel. Ik denk ook als je kijkt naar bepaalde wedstrijden die we wauw punten hebben laten liggen, dan denk ik dat er wel zeker meer in had gezeten. Hoe lastig is het voor jou ook richting de toekomst om nog niet te weten wie de nieuwe trainer wordt? Ja, is natuurlijk lastig. De voorbereiding begint over 6 of 7 weken, geloof ik. En, ja, volgens mij, ik denk dat er binnen nu en 2 weken wel duidelijkheid zal komen. En dat gaan we zien. Maar is dat ook iets wat je uitspreekt? Want je zei net van, ik heb wel gesprekken gehad met de clubleiding. Is dat dan ook dat jij zegt van, jongens, we moeten nu weten wie de trainer wordt bijvoorbeeld? Dat kwam toen niet echt ter zake, maar ja, het is wel denk ik lekker voor het team als we binnen nu een anderhalve week wel weten wat er gaat gebeuren. Want hangt jouw keuze daar ook vanaf om wel of niet te blijven? Ja, denk het wel. En waar hangt het nog meer vanaf? Ja, gewoon het juiste plan, het juiste beleid, denk ik. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, maar je wil zeg maar, vertrouwen krijgen om volgend jaar weer om de prijs te spelen, zo bedoel je het? Of? Ja, sowieso ook. In ieder geval dat het Ajax-DNA weer terugkomt. En natuurlijk ook om de prijs mee te spelen. Ja, want er zijn natuurlijk in de winter ook wel grote clubs uit grote competities voor jou gekomen. Is daar nu nog iets gaande? Ja, ik weet niet. Moet ik even Nathan bellen zometeen. Laat het zo maar weten dan. Is goed. Je vertelde net dat je met de bondscoach een paar keer gesproken had. Hè? Heeft hij gezegd van, als je fit bent, ga je gewoon mee? Nou, wat ik met de bondscoach bespreek, dat hou ik tussen mij en de bondscoach. Nou, laat ik het zo vragen dan. Van de Schip zei net van, iedereen kan zien dat hij nog niet 100% fit is. Dat is ook logisch, denk ik, als je er 7, 8 weken nog recent uit bent geweest. Is het mogelijk om in een aantal weken nu 100% fit te worden? Jawel, zeker. Ik ben daar nu ook elke dag mee bezig. En gewoon met mijn programmetjes. Dus ik denk dat dat wel mogelijk is, zeker. Dan denk ik dat je meegaat. Ja, ik hoop het natuurlijk. Het is nog steeds een droom. Ik denk voor iedere voetballer een droom. Dus ja, ik hoop van wel. Ja, omdat je als je naar jouw interlands kijkt, dat je toch best wel vaak van waarde bent geweest. Of als basisspeler of als invaller. Jawel, zeker. Dat zou ik zeggen. Ook onder de huidige bondscoach.
Wat zegt u? Ook onder de huidige bondscoach? Jawel, jawel, zeker, zeker. En ja, ik denk ook dat, wel, dat de bondscoach wel weet wat hij aan een fitte Bergwijn heeft. Maar ja, er zijn natuurlijk ook andere spelers die het goed doen. Dus het is gewoon afwachten.